Welkom bij Opla. Ik kijk even de kamer in. Willen jullie een vraag stellen? Willen jullie meedoen? Gebruik hashtag Opla. Volgens mij moet ik een andere camera hebben. Hashtag Opla of hashtag beweeg beelden. Dan komt je vraag hier in beeld en stellen wij hem aan een van onze gasten. Het is de eerste keer dat we Opla met een zaal erbij doen. Normaal gesproken zitten we in een donkere studio. Schroom niet om een vraag te stellen. De camera's kunnen draaien en vinden je vanzelf. Ik wil graag aan jullie mijn gasten voorstellen. In volgorde. Gerhard Smit, bijzonder hoogleraar aan de VU. Open Universiteit. Uw link met bewegende beelden. Een collega van mij, Sandra Kensen, die leidt een programma voor gemeentesecretarissen over de kwaliteit van het openbaar bestuur in brede zin. En zij heeft gevraagd of ik hier vanmiddag haar wil vervangen. Dat is de koppeling. En ik heb ooit aan de basis gestaan van het hele leerprogramma, lang geleden. CEO is ook weer deels gelinkt aan de VGS. VGS is een van de partners van Opla, waarmee we het organiseren. En daar hebben we een leerprogramma mee. Anneke Knol, gemeentesecretaris in Barendrecht. Ze is kort ook bestuurslid van de VGS. Wat is jouw link met bewegende beelden? In de VGS, in het bestuur, is mij de mooie portefeuille bewegende beelden toegevallen. Maar ik ben zeker geen specialist. Ik ben hier vooral nog aan het leren en aan het experimenteren en aan het ophalen van wat kan je nou eigenlijk allemaal met beelden en specifiek met bewegende beelden. Ja. Jouw missie voor vandaag was ook, wat is er te doen met beelden? Wat kan ik ermee? Wat kan ik er in Barendrecht mee? Kan ik in de bar samenwerking? Ja. Maar vooral ook, wat kan ik doen voor mijn collega gemeente? Dat klopt. Heel veel ophalen. Helder. Een van de mensen waar we een beetje bij kunnen ophalen, Carlo Post, gemeentesecretaris in Binnenmaas. Wat heb jij tot dusver gedaan met bewegende beelden? Het is een beetje anderhalf jaar geleden dat wij per toeval iemand hadden die het leuk vond om een keer een filmpje ergens van te maken van een MD-programma. En we vonden dat aanvankelijk, moeten we dat wel doen of niet? En uiteindelijk hebben we toch gezegd, nou, probeer maar. En dat is zo'n succes geworden dat we er steeds meer experimenten mee gedaan hebben. En er nog steeds meer door experimenteren en er steeds weer nieuwe toepassingen in kunnen vinden. Je geeft regelmatig presentaties over, ook vandaag, over wat heb je gedaan, wat heeft het opgeleverd. We komen zo meteen even op terug, wat je andere mensen hebt te vertellen over bewegende beelden. Henk Bas, excuus. NTR, ja, bewegende beelden. Wat is de link? Leerprogramma's al een tijd, koppeling van beeld met tekst over hoe zouden mensen kunnen leren. Ja. Maar wat is de link met de overheid? De link met de overheid is dat ik hier vanavond vanmiddag sta en uitgenodigd ben. Maar ik werk in principe vooral voor het open net. En ik ben eindredacteur bij de NTR. Ik maak historische programma's, wetenschapsprogramma's, ontwikkel ze, bedenk ze. En mijn achtergrond is via Teliac vooral het educatieve karakter ervan. Ja. Daar gaan we straks verder op in. Maar wat kunnen we doen met beeld en hoe zorgen we dat we beeld ook gebruiken om dingen te leren. Vandaag hebben we drie lijnen gehad op deze dag. Vandaag hebben we het gehad over net 1, net 2 en net 3. Net 1, hoe gebruiken we beeld om daar buiten de organisatie een communicatiemail in te kunnen zetten. Nederland 2 als kanaal. Hoe kan je beeld gebruiken om je organisatieverandering in gang te zetten. En spoor 3, beeld om te gebruiken voor jezelf. Om te leren, om jezelf te ontwikkelen. Komende drie kwartier gaan we opdelen in 4 blokken. Met het idee en om iedereen te triggeren wakker te blijven. Maar vooral ook om helder te maken. Wat kan je nou met dit gesprek? Met deze haardvuursessie? Wanneer leer je er wat mee? Wanneer kan je er wat mee? We gaan eerst even kijken de opbrengst van vandaag. Wat kunnen we daarvan ophalen? Dan gaan we kijken naar beeld en professionalisering in het algemeen. Dan hebben we een kort intermezzo met Willem van den Berg. Gemeentesecretaris van Heemstede. Die tot dusver nog het best bekeken YouTube-filmpje heeft. Als het gaat om gemeente en het nieuwe werken. Denk ik heel spannend om even te laten zien. Dan hebben we het over beeld. Welke beelden kunnen we eigenlijk gebruiken? Wat kunnen we daarmee? Welke beelden lenen zich überhaupt voor bewegende beelden? En tot slot, wat willen we elkaar meegeven? En wat neem je zelf mee naar huis? Organisatie kunnen voor de publieke sector. Zou ik kort nog mogen vragen over jouw eigen achtergrond? Wat zijn, als hoogleraar professionalisering, wat zijn thema's waar je mee bezig bent? Welke thema's houden je bezig? Nou, een van de thema's waar ik me mee bezighoud is wat je specifiek doet in organisaties waar mensen werken die heel erg talig zijn. Wij denken dan altijd dat je bij veranderprocessen en leerprocessen ook weer de taal moet opzoeken, dus de geschreven taal. Dus vooral de ratio aan te spreken. En dat leer je ook op de middelbare school. Althans, ik heb op een gymnasium gezeten, ging allemaal over taal.
Je mocht nog niet eens Grieks spreken, je mocht alleen maar vertalen. En dat ook nog eens een keer. Terwijl als je goed kijkt naar leerstijlen van mensen, dat heeft onder andere Kolp heel mooi voor ons uitgezocht, dan is er een heel groot gedeelte van de bevolking, ook hoger opgeleide, ook gestudeerde mensen, die zijn zo visueel als ik weet niet wat ingesteld. En we weten het al, heel klassiek uit de christelijke geschiedenis. Dat gaat altijd over het visioen. Lees Prediker er maar op na. Zonder visioen wordt de bevolking wild. Daar staat er zo'n soort zinnetje. Staat er. We hebben beelden nodig om ergens naartoe te werken, om ergens in te geloven. Je hebt voorstelling nodig. Iemand die zei ooit eens een keer over iemand die in de WHO zat. Hij heeft weer een plaat nodig van het landschap waar hij zichzelf ook in ziet. Dat is ook een belangrijk zinnetje, in ieder geval voor mij wel. Je moet je kunnen voorstellen van hoe het straks wordt. Dus moet al, in veranderen moet je eigenlijk ook altijd zelf onderdeel zijn van je toekomstplan. Anders gaat dat niet werken. En dat zijn verbeeldingen. Dat kan je bijna met zinnen. Ja, je kan het wel aanduiden, maar als je het echt wil voorstellen, dan moet je dat ook vragen aan mensen. Teken dat is. Het teken is ook een hele krachtige hulpmiddel eigenlijk in organisatieveranderprocessen. Is dit herkenbaar? Want je hebt niet voor niets organisatieverandering in beeld als thema opgepakt om collega's, secretarissen om te enthousiasmeren. Is dit jouw uitgangspunt? Is dit waarvan je zegt, dit is waarom ik beeld nodig heb om met mijn collega's aan de slag te gaan? Ja, voor mij is dit heel herkenbaar en zeker ook uit de eigen praktijk. Barendrecht, Ridderkerk en Albrand Zwaard zijn bezig om hun ambtelijke organisaties samen te voegen. En dan heb je een stip op de horizon nodig. En we noemen het ook niet voor niets, denk ik, een stip op de horizon. In ons taalgebruik zitten heel veel van dat soort uitingen. Je hebt nodig dat je met elkaar een beeld deelt van waar je naartoe gaat. Want je weet het nog niet precies. Je gaat al een beweging in gang brengen, ergens naartoe. En dat is een soort ontdekkingsreis die je met elkaar aangaat. En je hebt wel nodig dat je met z'n allen een aansprekend beeld voor ogen hebt van, nou, wat wordt dat dan? En in die beweging zie ik de ondersteuning van beeldmateriaal als een hele krachtige motivator ook. Carlo, wat heb je daar tot nu toe mee gedaan? Ik bedoel, beeld, dat wordt bijna een soort van merknaam rondom jou. Afgelopen zondag zat je nog op RTL 7 om Binnenmaas te promoten. Hoe actief gebruik je dit? Is dit iets waar je constant mee bezig bent? Om bij elk onderdeel waar je mee bezig bent, als je bezig bent met waar gaat de visie van onze organisatie naartoe? Is het eerste waar je aan denkt beeld? Nou, ik denk dat op de eerste plaats belangrijk is dat we niet het middel tot doel verheffen. Want voordat je het weet, denkt iedereen, oh, ik moet ook iets met beeld. En dat hoeft helemaal niet. Dus let nou vooral ook op, en dat is ook vooral een les denk ik voor vandaag, om niet te denken als een blind paard achter alle beelden aan te lopen. Maar pas het toe daar waar het verstandig is. Als iets in een team bijvoorbeeld toch wat vastzit, om wat voor reden dan ook, kan het zijn dat als je veel materiaal inzet, dat je mensen in een wat ander perspectief plaatst en ze eigenlijk door middel van de metafoor laat zien wat er met hun team aan de hand is. En dan spreken ze over meneer Jan en mevrouw Klaas. En wordt vervolgens het gesprek gemakkelijker hoe dat het team het zelf doet. Dus pas nou niet overal meteen film toe, maar doe het daar waar het kan. Is dat, waarom? Want film is core business door je loopbaan de afgelopen jaren geweest. Daardoor is het middel geen doel geworden, maar toch, het is wel de core business geworden. Maar wat is een broodwinning, ja. Ja, het is een broodwinning geworden. Dus natuurlijk een ander doel, maar toch wel. Ja. Is dat, hoe actief ben je bezig als je nadenkt over leerprogramma's, over wetenschap? Ja. In hoeverre is beeld daarbij de hoofd? Ja, kijk, beeld dwingt je ergens een verhaal van te maken. En dat hoor ik ook wel steeds terug, het in een verhaal om te zetten. En dat is ook belangrijk. Tegelijkertijd moet je je wel realiseren dat er nogal wat beperkingen aan kennisoverdracht of informatieoverdracht via beeld zit. Dat zijn we, ik heb een achtergrond, zoals ik net al zei, bij Teliac, toch ook wel door schade en schande geleerd. Vroeger deden we talencursussen waarbij we echt gewoon via het beeld probeerden woordjes aan te leren. Dat werkt niet en tegenwoordig gaat dat veel meer enthousiast maken via documentaires over de cultuur van een bepaald land en dan verwijzen naar een boek om daadwerkelijk de taal te leren. Daar is een duidelijke splitsing. Dus ik denk dat je daar vooral rekening mee moet houden. Dat het constant bezig met die koppeling tussen beeld en wat wel kan en wat niet kan via beeld. En dat is belangrijk dat je dat heel goed in de gaten houdt. Wat kan wel via beeld? Wat zijn dingen waarvan je zegt, een van de meest succesvolle. Via beeld kun je altijd enthousiasmeren, kun je emoties oproepen. Dat is tenminste het beeld voor het open net. Hè. Dit is iets anders als
voor een hele beperkte doelgroep een instructiefilmpje op YouTube plaatsen. Daar speelt dat veel minder een rol, want dan leer je echt gewoon daadwerkelijk iets aan. Maar wil je echt een grote groep begeesteren, dan moet je heel erg aan vorm denken. En dan moet je veel meer aan vorm denken dan aan feitelijke inhoud. Ik heb jullie allemaal gevraagd een fragment mee te nemen. Ik bedoel, een dag over bewegende beelden zou iets wat ironisch zijn zonder een beeld mee te nemen. Anneke, jouw eerste beeld, juist ook een beeld over wat is Barendrecht, een klein beetje over hoe kan je nou mensen enthousiasmeren voor Barendrecht. Dat is heel duidelijk wat je in het filmpje laat zien. We gaan even kijken, komen we even op terug. Dit was niet eens een abrupte stop. Dit was bewust. Volgens mij geeft dit namelijk al een hele goede indruk van de film. Wat is Barendrecht? Dit is wat je duidelijk hebt gebruikt om te laten zien. Wat doen wij bij ons? Maar waarom hebben jullie dit gemaakt? Wij kregen vorig jaar de kroonprins op bezoek in Barendrecht. En hij zou ook een uurtje het gemeentehuis aandoen en een gesprek hebben met het college. En wij hebben ons toen afgevraagd, ja, wat gaan we allemaal vertellen over Barendrecht? Er gebeurt zoveel. Laten we een paar beelden laten monteren en een korte, snelle introductie van Barendrecht doen. En daarna gewoon rustig praten over wat dingen in plaats van... Heeft dat gewerkt? Ja, heeft enorm goed gewerkt, want het heeft een heel leuk gesprek opgeleverd. In plaats van dat je heel erg gaat zenden en gaat praten, heb je inderdaad deze introductie. Totaal is 3 minuten en dan heb je vervolgens nog bijna een uur over om een verdiepingsslag te zoeken. Ja. Zie je dat meer gebeuren? Gewoon een vraag aan iedereen. Is dit iets, beeld gebruiken om een organisatie te profileren, of om een stad te profileren? Is dit iets wat vaak gebruikt wordt? Of zitten we meer op, om even de termen van vandaag, Nederland 2 en Nederland 3, de organisatie of persoonlijk leren? Of gebruiken we dit veel meer? Carlo? Kijk op de website. Ik denk dat het goed bruikbaar is. Hè? Dus als je websites gebruikt om heel veel teksten weg te zetten, en tegenwoordig steeds meer plaatjes, is de snelheid van beeld veel groter en veel verleidelijker. Waar mensen veel sneller gewoon even doorklikken. Klik en zien dan meteen een filmpje. Oh, is dit die gemeente? Dus als Barendrecht inderdaad op de website en laat zien, dit is Barendrecht, dan kun je klikken. En als je als toekomstige inwoner of als zoeker van een bedrijfsterrein, dan zegt dit veel meer dan heel veel tekst. En daarboven, en dat is ook de interne werking die het heeft, ik ben ook wel benieuwd naar hoe dat is gegaan in Barendrecht, is dat het ook een vorm van trots is. Ja. Dus natuurlijk maak je fragmenten en beelden zoals deze, voor bezoek van de kroonprins, maar heeft ook intern iets van, kijk, dit zijn wij, dit is Barendrecht. Ja. En dat is misschien wel van even geschikte waarde bij het maken van het filmpje, maar is onbedoeld veel groter van impact. En daarmee is dus veel materiaal, iets waar je dus trots op kunt zijn, wat je thuis kunt laten zien. Dat is fantastisch. Dat doet dus iets met arbeidsvreugde. Ja, als ik daarop in mag spelen, er zijn ook beelden ingemonteerd van verenigingen, van kinderen, van scholen. En dat maakt ook dat je ziet burgers in Barendrecht. Hè. Je ziet de tram langsrijden. Het zijn niet allemaal heel bijzonder opgeklopte beelden. Het zijn ook wel gewoon beelden normaal, van real life. Ja, ja. Hartstikke normaal. Ja. En dat maakt het toegankelijker. Wat ik ook een heel mooi beeld vind, en dan gaan we direct even door naar het volgende filmpje. Dat gaat juist, iedereen zit regelmatig in teamsessies, heeft het met elkaar over waar zijn we bezig, wat gaan we doen, een brainstorm over wat dan ook. Carlo, je hebt een filmpje gemaakt voor mensen die gewoon bezig waren met een teamsessie. En hebt gewoon die sessie zijn gang laten gaan.
en gewoon gefilmd en daarna gedeeld. Van dit gebeurt er in sessies. Dan gaan we even naar kijken. Dan gaan we echt doorduidelijk naar het tweede spoor. Beeld om te laten zien wat er in je organisatie kan gebeuren. Dan met al die talenten en komen we er ook weer uit. Want vandaag op de nacht zouden we nodig moeten zijn. Feitelijk zeiden we nee, iedereen is een talent, want anders werkt hij hier niet. En hoe zorg je dat dat uit de verf komt? Ja, dat vind ik een mooie. Ja. Dus mijn conclusie is heel erg, weet wat je talent is en zoek die match met je organisatie. Als je op je plek zit, dan kan je vooruit en nog beter worden in je talent. En als die match niet is, dan ga niet eindeloos bijscholen. Nee. Want het gaat niet werken. Nee. Dus dan kan je veel beter zoeken naar waar is die match wel. Zodat... Heeft het gewerkt? Fantastisch. Het was leuk om mensen uit je managementteam uit te nodigen een inspiratiesessie te organiseren. Het is mooi om daar opnames van te maken hoe amateuristisch het misschien ook mag overkomen. En tegelijkertijd is het mooi om dat aan mensen te laten zien in afdelingen. En erover te praten van, en wat betekent dit nou voor jou als wij het hebben over talent? En hoef je eigenlijk niks meer te vertellen. Alleen maar laat je dit filmpje zien. En vervolgens heb je een goed gesprek over. Gaan mensen aan de slag met hun eigen talent. En dat was heel mooi. Maar helpt dit mensen over een drempel heen stappen? Omdat ze denken, anderen zitten ook in zo'n setting. Hebben ze ook over dit soort... Ja, kijk, het is altijd de vraag wat het... Wat mensen het meest helpt over de drempel heen, alle kleine beetjes helpen. En dit helpt ook. Dus als je dit alleen maar inzet als leuke tool, helpt het niet. Het moet bij je passen. Wij in onze organisatie staan erg voor mobiliteit en kwaliteit. En daarmee is dit een toepasselijk filmpje. En past het bij ons. En is het inderdaad iets wat mensen helpt? En is het ook, ik moet heel erg denken aan het onderwijs waar docenten zichzelf filmen om terug te kijken over nou, hoe geef ik eigenlijk les, wat doe ik. Het filmen van dit soort teamsessies, is het ook wat je in CEO-opleidingen gebruikt als leermethode of is dat weer een stap te ver? Wij gebruiken heel weinig film tot nu toe, omdat je altijd enorme terugzoekproblemen hebt. Dus je kunt heel veel filmen, maar net... Wat doe je met terugzoekproblemen? Als je een half uur film hebt en je hebt het ergens een passage van wij spreken van anderhalve minuut die je net precies moet hebben. Met de oude technologie was je altijd enorm lang bezig met terugzoeken. Dus net als met analoge bandrecorders. Dat is hetzelfde probleem. Vandaag de dag kan dat veel beter. En toch, ja, we hebben zoiets van, ach, real life dingen uitspelen gaat ook. Heel soms zetten we de video op als je echt iemand heel precies... to the point veel feedback wil geven op gedrag. Maar het is bij adviseurs bijvoorbeeld, leren wij adviseurs zelf heel goed kijken naar gedrag en daar feedback op geven. Dus dan is de adviseur eigenlijk de videocamera. Dan heb je al die technologie niet nodig. Wij zijn een beetje niet technologie vijandig, maar hebben zoiets, nou ja, als dat niet hoeft... Moet dus wel passen. Moet wel passen. Bij de andere organisatie waar ik bij werk, de Open Universiteit, is dat precies andersom. Die doen alleen maar afstandsonderwijs en ook wel eens iets op een studiecentrum. Dus die, als het even kan, maken ze daar een goede DVD. Ik heb er zelf ook een, die gebruik ik altijd. Dat is iemand die laat heel veel verschillende beïnvloedingstactieken zien. Dat is een hele goede acteur. Prachtig om te zien hoe subtiel hij gewoon zijn zin krijgt in 25 minuten. Maar jullie nemen ook jullie eigen colleges op. En zodat studenten dat weer op afstand kunnen zien? Op de Open Universiteit wel, ja. Ja. Werkt dat? Werkt dat beter? Ja, dat werkt anders. Wat is het verschil tussen een beeld als dit gebruiken en in een zaal zitten? Nee, want de Open Universiteitsstudenten die studeren veelal thuis. Dus die kunnen op elk moment gewoon ja, filmbeelden oproepen. Hè. Trouwens, het HBO, het hoger beroepsonderwijs gebeurt het ook steeds meer met webcolleges enzovoort. Dus dat je just in time kunt studeren. Ja. Daar is het natuurlijk ideaal voor. Zelf heb ik de opvatting dat een gefilmd college vervangt nooit helemaal een live sessie. Wat ik wel mooi vind, een van de druk bezochte sessies vandaag, Manfred van Doren, die juist ook aangaf, die heeft gewoon een hele collectie gemaakt van allerlei filmfragmenten die gekoppeld zijn aan de leerprocessen, aan de leermomenten die je hebt als het gaat om leiderschapsontwikkeling of als je teamleider wil worden. Ja, juist het opknippen van die fragmenten van... filmfragmenten, colleges, om te zorgen dat je een palet hebt waar je uit kan kiezen op het moment dat je wil leren. Zie je dat er de documentaires die jullie maken, ja. De filmfragmenten, zie je dat daar een spin-off in zit van mensen die daar groepsgewijs mee aan de slag gaan? Ja, wij krijgen toch altijd wel aanvragen voor onze programma's om in breder verband te gebruiken. Dat ligt wel een beetje aan het soort van programma wat je maakt. Maar bijvoorbeeld een serie als Leiders Gezocht, wat ik heb gemaakt met Jeroen Smit, Schrijven van de Prooi en Drama Ahold.
Daarvan weet ik dat dat vrij vaak op hbo-opleidingen gebruikt wordt om in onderwijssituaties. Ja. Want jij maakte beelden die vervolgens ja. Even bij Manfred van Doren weer in zijn collectie terugkomen. Mm-hmm. De prooi is typisch een de theatervariant. Er gaan hele managementteams heen om te kijken. Ja. Zo moet het misschien niet. Ja. Ook een les. Ja. Ja. Denk je daar ook over na op het moment dat je het maakt? Want iedereen hier komt vandaag ook een beetje met de gedachte, ja, waar vind ik beeld wat ik zelf kan gebruiken om wat te doen? Is dat ook een gedachte die jij hebt op het moment dat je bezig bent met de productie? Je bedoelt het hergebruik in onderwijssituaties? Ja, het kijk, op het ogenblik, wij zitten op het ogenblik gewoon in een situatie waarin we voor televisie werken. En de vraag of we doorgaan of dat je een nieuw programma kan maken is niet zozeer afhankelijk van of het vaak in onderwijssituaties gebruikt wordt, helaas. Er wordt vooral naar kijkcijfers gekeken. Het gaat om de massa. Maar voor dus jezelf, waar zou je... Ja, ik vind het buitengewoon eervol en leuk als dingen die ik maak nog een tweede leven of een derde leven of een vierde leven hebben in een andere situatie, ja. Leiders gezocht zie je regelmatig terugkomen in andere sessies. Dat kan je geruststellen. Okay. Het gebeurt, je ziet hem vaak terugkomen. En die we ook vaak terug zien komen. Dat is volgens mij een beeld wat bijna iedereen herkent. En ontzettend, over kijkcijfers gesproken, A Beautiful Mind. Ja. Een film die veel bekeken is en waar jij hebt aangegeven. Ja, als ik nadenk over een moment in een film waardoor je getriggerd was, is dit hem. We gaan even kijken naar Nash, die zijn moment van licht heeft gevonden. Incoming gentlemen. Ai, ai, ai. Nash, yes, you might want to stop shuffling your papers for 5 seconds. I will not buy you gentlemen beer. Oh, we're not here for beer, my friend. Oh. Does anyone else feel she should be moving in slow motion? Will she want a large wedding, you think? Should we say swords, gentlemen? Pistols at dawn? Have you remembered nothing? Recall the lessons of Adam Smith, the father of modern economics. In competition, individual ambition serves the common good. Exactly. Every man for himself, gentlemen. Yeah, and those who strike out are stuck with their friends. Man, I'm not going to strike out. You can lead a blonde to water, but you can't make a drink. I don't think he said that. All right, nobody move. She's looking over here. Right, she's looking at Nash. Oh, God. All right, he may have the upper hand now, but wait until he opens his mouth. Remember the last time? Oh, yes, that was one of the history books. Adam Smith needs revision. What are you talking about? If we all go for the blonde, we block each other. Not a single one of us is going to get her. So then we go for her friends. But they will all give us the cold shoulder because nobody likes to be second choice. But what if no one goes for the blonde? We don't get in each other's way. And we don't insult the other girls. That's the only way we win. That's the only way we all get laid. Wat triggerde? Ja, je zegt al mooi. Wat? Ja, nou kijk, ik laat het even zien. Omdat dit is A Beautiful Mind, dit is het moment van inzicht waarin John Nash, die later nogal schizofreen wordt. Het is een theorie ontwikkeld, of het inzicht krijgt om zijn theorie te ontwikkelen, waarvoor hij later de Nobelprijs voor Economie heeft gekregen. En het is een ongelooflijk ingewikkelde economische theorie. Het heeft te maken met speltheorie, het heeft te maken met prisoners dilemma. In deze 2 minuten wordt het uitgelegd en zal iedereen die het gezien heeft snappen waar het om gaat. En dat is wel. Dat is de metafoor waarnaar ze het vertaald hebben. En daar is juist heel erg goed over nagedacht. Ze hebben maximaal gebruik gemaakt van de beeldmogelijkheden. En om iets heel abstracts te vertellen. Maar het zit hem gewoon, waarop ik geïnspireerd word, is de vertaling die erin zit en het vakmanschap in de vertaling van iets abstracts naar iets concreets. En dat is wat je als televisiemaker. En hoe koppel je dit nou aan leren? Want ik heb de film ook gezien, maar de eerste keer
dacht ik niet, shit, ik zit hier even naar de Nobelprijswinnaar te kijken. Die... Nee, maar oh ja, is, ik heb hier nou ja, dat is wel, de National. Misschien is dat wel de ideale vorm van leren, dat je iets opsteekt zonder dat je daarvan bewust bent. Maar dit is... Oh, ja. Okay, Pieter. Maar dit is ook wel een beetje waarom ik vermoed dat je aangeeft, ja, beeld alleen is niet genoeg. Nee. Dus ik had na afloop, en ik weet niet of we dat naar elke bioscoopfilm moeten doen, maar dat je nog een A4'tje hebt van... Ja, wat was maar het voelde je die behoefte? Want dat is eigenlijk ook wat je met beeld teweeg kan brengen. Dat zie ik ook eigenlijk bij allemaal. Alles wat we tot nu toe gezien hebben is een aankeiler, is geen zelfstandig iets. Het is een filmpje over Barendrecht om een discussie op gang te helpen. En eigenlijk moest voor een deel in door middel van tekst een aantal onderwerpen te benoemen waarover je vervolgens kunt praten. Of de ondertiteling in die groepsessie was ook vrij essentieel om het waarde te geven. Maar wat kunnen we hier nu leren? Want we gaan straks aan, ik ga naar huis en ik denk, ik wil beeld gebruiken. Nou, kan ik hier nou... Nou, wat het twee heeft gebracht en wat ik denk dat het teweeg heeft gebracht is dat het een attitude bij je heeft opgeroepen, dus een houding waarin je open staat en waarin je geïnteresseerd bent geraakt in deze materie. En dan ga je verder leren. Ja. En ik denk dat dat ook het idee is waarvoor je beelden heel goed kunt gebruiken. Ja. Is dit herkenbaar? Deze beelden die hebben de eigenschap, bijvoorbeeld een prototype, dat je dus niet nadenkt, maar je wil weten hoe het zit. Dus alle belemmeringen die je hebt om een redenering van een ander te accepteren, dat gaat gewoon even uit. Dus iemand die zei van de week ook zo mooi, de beelden dat zijn eigenlijk emoticons. Dat zijn van die dingetjes die je via je telefoon kunt versturen. Dat pakt de onderlaag, niet de bovenlaag. Dus de bovenleiding is gewoon even niet aanwezig. Uit. Ja. Ik denk ook dat als je beeldmateriaal inzet, je kunt heel veel dingen mensen vertellen, wat ze moeten doen of waarom, et cetera. Maar uiteindelijk doen mensen vaak niet wat je zegt, maar doen mensen wat je doet. En daarmee laat een film een goed voorbeeld zien van wat je voor ogen hebt. Ja, wat ik een heel mooi voorbeeld vond, dat iemand die juist die voorbeeldrol pakt, dus misschien wel de meest eigenwijze gemeentesecretaris met de meeste zelfspot in ons midden. Mag ik jou kort vragen om wat toe te lichten wat je hebt gedaan? Wat ik heb gedaan? Ja, nou, even kort, Willem van der Berg, je bent gemeentesecretaris in Heemstede. Ja. Even. Je bent al geplucht. Wat heb jij gedaan? Wij maakten natuurlijk ook wel filmpjes. We hebben ook wel een filmpje van Heemstede gemaakt, zoiets als Barendrecht, maar dan wat minder professioneel, met leerlingen van de school. En dat maakt het ook weer aandoenlijk, zeg maar. Dat een heel, heel zachte kant. Dat laten we zien aan 50-jarige bruidsparen. Maar, vervolgens gingen wij een jaar of vijf geleden gingen wij een nieuw kantoor in gebruik nemen, een flexkantoor met 128 werkplekken voor 180 mensen. En daar heb je dus gedragsregels bij nodig om dat een beetje zindelijk te houden. En toen hebben we die regels opgesteld en vervolgens hebben we gedacht, hoe kunnen we dat nou het beste voor het voetlicht brengen? En toen een van mijn collega's... Het idee was, hoe zorg je dat mensen zich gaan houden aan regels in een kantooromgeving? Ja. Dat was de eerste... Hoe krijg je dat nou voor elkaar? En iemand kwam op het idee, zullen we daar een filmpje van maken? Want die had dan weer een dochter, die had het ook gedaan. Wij hebben een filmpje gemaakt. En dat is het eerste blokje van wat ik laat zien. En wat ik daar ervaren heb, is dat die film zo ongelooflijk krachtig was in het neerzetten van die regels, dat we hebben daarna over die regels eigenlijk nooit meer hoeven discussiëren. En iedereen kent ze. Het is om een... Iedereen kent ze, want het is in de organisatie, bekeken. Ja maar ook daarbuiten. We hebben op de eerste werkdag in het nieuwe gebouw hebben we die gepresenteerd. En daar zat iedereen, dat gaf hilarische reacties. En vervolgens hebben we dat, toen anderen dat ook zagen, die zeiden, joh, dat moet je op YouTube zetten. Tegen die tijd wisten we dat nauwelijks wat dat was. Maar we hebben dat erop gezet. En er zijn een aantal versies van, ook een Engelse vertaling ervan. En inmiddels zijn er ruim 30.000... Je bent hiermee dus gewoon naar Engeland gegaan om uit te leggen hoe je dit hebt gedaan. Nou, dat was nodig ook. dat was nodig. Ja. Volgens mij moet je even kijken wat je hebt gedaan. Ja. Thank you.
in Holland. Nou. Mijn naam is Saskia Klaassen. Ik ben 34 jaar en ik werk part-time als juriste bij de gemeente Heemstede. Ik werk part-time omdat ik ook nog kindjes heb. Ik heb 2 kindjes van 4 en van 1. En het is eigenlijk geen probleem om wat eerder of wat later te beginnen. Om de kinderen naar school te brengen zelf. Of om ze weer op te halen bij de crash of de naschoolse opvang. Het gaat heel erg goed, die combinatie van part-time werken en thuis op de kinderen letten. Ik ben Björn Lanser, 39 jaar. En senior beleidsmedewerker welzijnszaken bij de gemeente Heemstede. Het opvallendste aan het werk is gewoon dat het heel wisselend is. Je hebt met sport te maken en met scholen te maken in mijn werk en met de sociaal-culturele kant. Dus dat is ouderenwerk, welzijnswerk, dat soort dingen inderdaad. Dus het is heel wisselend. En je hebt veel met externe te maken. Collega's zijn heel prettig om mee om te gaan inderdaad. Ook mensen in hoger in de hiërarchie, die zijn heel makkelijk benaderbaar. Ik ben Debbie Tijdeman, ik werk voor de gemeente Heemstede, ik ben 27 jaar oud en ik werk als bosmedewerker. Iets wat ik het allerleukste vind aan mijn werk is het werken met onze koeien. Gewoon dat onze koeien de natuur bijhouden. Dat vind ik gewoon het leukste, dat je op die manier een bos kan bijhouden in samenwerking met de koeien. Dat was ik ook. Je zit jezelf al in beeld, dus dat helpt mij. Willem, dankjewel. Okay. Dankjewel. Ja. Die zelfspot die helpt wel, want een paar weken geleden, Financieel Dagblad, zie je uit een, Heemstede is niet de eerste gemeente waar ik denk dat de redactie van Financieel Dagblad aan denkt, god, we moeten eens iemand interviewen, we gaan eens een random medewerker uit Heemstede zoeken. Maar dat gebeurt wel. Volgens mij helpen dit soort dingen daaraan mee. Dat vind ik knap. Nog even door naar beeld en welk beeld is geschikt. Beautiful Mind heeft ons aan het denken gezet. Dit heeft ons aan het denken gezet. Gerrit, jij zegt eigenlijk terecht, als de theorie niet helder is, dan heeft het niet zo heel veel zin om beeld te zoeken. Kun je dat toelichten? Wat bedoel je daarmee? Nou, het is heel belangrijk dat er op een of andere manier een correspondentie is tussen beeld en waar het inhoudelijk over gaat. Het gaat om beeldspraak. Je hebt daar verschillende stijlfiguren voor in de taal. Maar zomaar een illustratie bij iets wat je aan het doen bent. Een plaatje, hè, wat je met PowerPoint bijvoorbeeld kunt. Dat is opleuken. Dat is ook niet verkeerd, want dat helpt ook het humeur. Maar als je echt mensen oriëntatie wil bieden, dat is meer een psychologisch begrip. Oriëntatie wil bieden, dan moet het beeld wat je als het ware hier ergens voorhoudt, maakt, moet te maken hebben met de activiteit die daar aan gekoppeld is. Als dat ontkoppeld is, dan vliegt het weer weg. Ja. Denk je ook op deze manier na als je beeld zoekt bij een documentaire of reportage, of is veel beeld geschikt? Nee, hoe selectief ben je? Hoeveel beeld heb je nodig? De twee dingen die hier genoemd worden zijn plaatje, praatje.
wat in het vak zeg maar niet heel gewaardeerd wordt. Dat is een te voor de hand liggende visualisering. En als het te ver uit elkaar loopt, dan heet dat de schaar van Wember. Dus vandaag was het... De schaar van Wember? Wember, ja. Vandaag was het erg rustig in Aleppo. En ondertussen zie je de halve stad in elkaar storten. Dan geloof je dat niet. Dus dat zijn... De televisietermen voor deze theorie. Ja, zo heet dat. Ja. Hoe zoek je beeld? Hè? Want Willem zegt hè, als wij een plan maken, neem je flipcameraatje mee, schiet beeld en hè, als je denkt dat het past. Volgens mij werkt dat. Nou, kijk, wat hier in het filmpje van Heemstede wel mooi gedaan werd, was dat de jurist werd even heel persoonlijk gemaakt. Heel klein, 's morgens aan de ontbijttafel, bleek ook twee kinderen te hebben. Dat is allemaal additioneel om een mens van een jurist te maken, zeg maar, om het maar heel plat te noemen. Ja, dat was op zich was dat niet slecht gedaan. Toch? En dat vond ik leuk kijken. Dan krijg je wel een ander beeld van zo iemand, letterlijk. En de koeien zet je ook even aan het denken. Ja. Carlo, hoe heb je... Want je hebt al veel workshops, sessies gegeven waarbij je uitlegt wat jij doet met beeld. Hoe kritisch ben je en hoe filter jij, hoe selecteer jij? Welk beeld is geschikt voor jou? Er zijn heel veel beelden geschikt, zeg maar. Ik maak veel gebruik van de film Invictus. En kun je op heel veel verschillende manieren gebruiken. Omdat er zowel net als in het gewone leven ook in de film gelaagdheden zitten. En door de vraagstellingen die je erop legt, krijg je informatie terug. Dus als ik een beeld laat zien van Invictus en ik zeg, hey, wat is het nu om onbevangen waar te nemen? Dan krijg ik andere informatie terug dan dat ik een vraag stel. En hoe laat hij zijn leiderschap nu zien? En zo kun je dus veel materiaal, misschien hetzelfde beeldfragment, op verschillende manieren, verschillende contexten toepassen. Het is dus heel relevant wat je daarvoor wil gebruiken en welke vraag dat je eroverheen legt. Dus het is voor jou, je zoekt dus ook wel iets wat herkenbaar is. Hè? Gewoon Invictus is, ik denk dat iedereen Invictus heeft gezien. Dus mensen herkennen het beeld al. En als je gewoon de film ziet, hè, dat is net hetzelfde met A Beautiful Mind, je kijkt hem. Maar jij pakt het eruit, waardoor je denkt, ja, die situatie, nu herken ik hem pas voor mezelf. Ja. Dat is wat jij pakt met beeld. Precies. Ja. Is dit, als je dit zo hoort, Maandrecht, je gaf al aan, hè, jullie gaan fuseren. Jullie gaan kijken wat je samen kan doen. Wat zit er dan in niet de helft van de gemeente, maar het worden er steeds meer, zitten in dezelfde situatie als jij. Wat haal je op als je denkt, ja, hoe selecteer ik, hoe kan ik daar wat voor halen? Heb je daar nu een beeld bij gekregen? En dan metaforisch beeld in het geval. Ja, beeld. Wat ik vandaag heeft mij wel heel veel inspiratie gegeven om meer inderdaad gebruik te maken van beelden. Wat is dan de trigger? Want ik heb vandaag ook wel mensen gezien die zeiden, moet dit? Nee, moet je gewoon gaan werken of zo. Dat is ook wel een beetje een teneur die ook wel een paar keer hoorde. Het is heel krachtig en ik zie inmiddels weliswaar geen bewegend beeld. Maar dit is een beeld van de nieuwe organisatiestructuur die wij bedacht hebben voor de BAR-samenwerking, dus van onze drie gemeenten. En als je het over een organisatiestructuur hebt, dan denkt iedereen altijd aan een harkje. En opzettelijk hebben we niet gekozen voor een harkje, maar voor een puzzel. Om te benadrukken dat de domeinen zeg maar in elkaar grijpen. Dat er heel veel projectmatig gewerkt wordt. Dat er geen vaste muren zijn tussen domeinen of afdelingen. Dat op deze manier vormgegeven. Eigenlijk vind ik nog dat de buitenste ring, dat dat ook nog puzzelstukjes zouden moeten zijn om aan te geven dat je ingrijpt in de samenleving. Dat zijn ze ook. Ze zijn ook. Maar naar buiten toe is nu een scherpe rand. Maar dat moeten eigenlijk ook nog puzzelstukjes worden in de volgende versie. En wij merken... Wat doet dit anders met mensen in je organisatie dan dat je de harkjes zou tekenen? Nou, daarmee kun je veel beter uitleggen wat wij nou eigenlijk voor een cultuur willen, wat voor een manier van werken wij willen in een nieuwe organisatie. En daarover in gesprek komen. Wij noemen dat Bar at Work, maar dat zijn we met elkaar nog aan het uitvinden. Dus het is nog een soort van avontuur. Dus wij nodigen... Van Barboos naar beter en dit... Ja, van Bar beter naar Bar goed naar hè, enzovoort. Ja. Op deze manier nodig je mensen uit omdat je een heel ander beeld introduceert dan het gebruikelijke. Kunnen mensen ook buiten die kaders gaan denken. En het helpt ons het gesprek aan te gaan. En het helpt, merk ik, onze collega's om ook met ons verder te gaan denken.
Ik ben aan het nadenken, want ik heb nu heel veel dingen gehoord. Ik zijn een aantal dingen die denk ik ook al bij mij rondgaan. Ik wil je nog twee vragen stellen. Eén, als je dit zo hoort van elkaar, wat is iets wat het meest getriggerd heeft? Volgens mij kan iedereen twee dingen onthouden, of in ieder geval ik, na wat we hier gezegd hebben. Eén ervan is, wat heb je bij de ander gehoord waarvan je denkt, dat is interessant, en wat zou je nog mensen willen meegeven? Mag ik bij de eerste jou beginnen, Gerard? Wat heb je zelf opgevangen bij iemand anders? Of je mag ook jezelf opnieuw citeren. Mag hoor, als je zegt, ja, de rest mag. Nou, het punt, ja, dat is iets wat ik wel langer weet. Heb ik ooit geleerd bij een leerpsycholoog. Maar de notie van oriëntatie. Dat het niet zozeer gaat om mensen precies de tekst te geven. Maar veel meer het proces wat, hoe dat leerpsychologisch zit, weet ik eigenlijk niet eens precies. Maar het gevoel voor richting. Dat eigenlijk vooraf gaat aan alle redeneringen die je daarna volgt. Dus ik zat net eigenlijk in mijn hoofd te kijken naar die puzzel. Het beeld is daar gewoon een puzzel. Met andere woorden, het is niet klaar. En dus als iedereen weer precies in de hark wil, ja, dat moet je even niet willen. Dus dat vind ik een heel krachtig beeld. En we lopen de hele dag door allemaal met vaste oriëntatieschema's in ons hoofd. En als je verandering wil doen, dan moet je dus op dat niveau. En bij de socioloog Bourdieu noemt dat doxa. Dat is alles wat taken for granted is. Hè. Daar moet je ook op interveneren. Ik ben getriggerd ook wat Henk Bas net zei. Dit is een beeld wat, het past nog bij het harkje, het idee. Ik zie nog steeds afdelingen, dus dit is nog dichtbij. Maar het is wel wezenlijk anders dan wat je zou willen laten zien. Die mix van hoe ver kan je gaan en in een ander beeld neerzetten. Dat is daarmee geagendeerd. Ja. Dat staat op de agenda. Ja. Lekker voor jou, wat heb jij bij iemand anders gehoord waarvan je zegt, dit is hem. Die moeten we herinneren? Ja, ik heb vandaag ongelooflijk veel inspirerende verhalen gehoord. Dus ik bruis helemaal van de ideeën van wat ik er allemaal mee zou kunnen. In Barendrecht, in de bar. Maar ik denk ook voor de collega gemeentesecretaris in de VGS. Het lijkt me echt heel uitdagend om daarmee te gaan experimenteren. En dat zou ik ook iedereen eigenlijk toe willen uitnodigen. Met name ook zeg maar de filmpjes van de collega van Heemstede. Ja, dat ook in zeg maar de laagdrempeligheid van neem een camera mee, ga aan de slag. En laat ook gewoon de mensen dat doen. Dat spreekt mij ook wel heel erg aan. Dus gewoon gaan doen. En dan ermee experimenteren nogmaals. Leuk, ja. Wat neem je mee? Wat heb je gehoord? Kom dadelijk bij de vraag wat je ons nog even wil zenden. Wat heb jij gehoord wat je zelf meeneemt? Wat ik inspirerend vond, was dat mijn workshop ging over onbevangen waarnemen. En dat was voor de deelnemers in de Eén zin, onbevangen waarnemen. Waar hebben we het over? Proberen om zonder al te veel associaties te kijken, kan ik op nieuwe manieren kijken wat er te zien is. En wat ik interessant vond, was dat als je zelf regie voert over een filmfragment met een zaal, dat jezelf ook weer opnieuw brengt tot de situatie, hé, wat gebeurt er nu in die zaal? Dus wat gebeurt er nu met mijn team als ik iets laat zien aan mijn team? En dat vond ik interessant. Ik denk, hé, dat is mooi. Mooi. Dat is mooi. Dat ben je nu gehoord? Gaan we documentaire maken over hoe we beelden in de overheid gebruiken? Of zover niet misschien? Ja, dat weet ik niet. Maar dan moet ik ook niet als programmamaker kijken. Maar als burger, kijk, al deze pogingen geven de overheid wel een gezicht. En maken het herkenbaar en maken het persoonlijker. En dat is op zich niet slecht natuurlijk. Dat vind ik als burger prettig om te weten wie erachter zit. Tegelijkertijd ook iedereen die hier op beeld verschijnt, en dat is natuurlijk, misschien is dat ook tegelijkertijd de waarschuwing. Op het moment dat je op camera gaat, dan ben je ook gelijk een personage. En dan ben je een persoon. En dan zul je merken dat je bent nu wel gewoon jurist geworden. Ja. En je bent met koeien bezig. Je krijgt natuurlijk ook gewoon gesprekjes over wat deed jij op je brood of God en de kinderen. Misschien zijn mensen daar niet van gediend. Dat is natuurlijk het nadeel van dit soort ontwikkelingen. Ja, scherp. Dat is een ding. Iedereen filmt zich, zet zich neer. Ja, helder. De laatste, in het kort. In één zin, wat zou je mee willen geven aan iemand die vandaag de hele dag hier is gekomen om na te denken? De vraag van vanochtend toen we hier begonnen ging over een troonrede van de koningin die nog enigszins moeite had met afscheid nemen van haar troon, op zijn zacht gezegd. Dat is waar we mee begonnen en we zijn allerlei sessies doorgegaan. We hebben nagedacht over bewegende beelden. Wat kan ik daar mee naar huis nemen? Dingen die we nu hebben gezegd. Wat zou een boodschap zijn waarvan je zegt, dit is mijn ervaring van de afgelopen jaren of van vandaag die je mee zou willen geven? Rijtje, halverwege beginnen, Carlo? Gewoon doen. Gewoon doen, helder. Anneke? Ja, delen met anderen. En doen.
Gerhard? Een iets langere zin? Anders dan... Moet dat? Nou, volgens mij... Ja, ik denk, we hebben één hoogleraar in het midden. Dus... Beeld is, is de interface tussen een heleboel hoofden, zullen we maar zeggen. En je kunt ontzettend goed nadenken over je focus. Dat is ook niet voor niks, ook een term die komt uit de beeld. En dus je moet zo, als je iets wil verbeelden, moet je zo ontzettend goed weten wat je wil. En tegelijkertijd... Dat vond ik in het filmpje ook te gek. Je kunt ook mensen gewoon met een paar coördinaten zo in Heemstede aan het werk zetten. Verbeeld het. En dan kom je op allerlei onverwachte vondsten. Dat is natuurlijk gaaf. Dat is echt heel bijzonder. Leuk. Ja, word je getriggerd. Nou, vooral niet te veel informatie erin proberen te proppen in je filmpje. Maar dat heel erg doseren en daar goed over nadenken. Dat is belangrijk. Ja, dat heb ik steeds vaker als je naar... tegenlicht of de slag om Nederland kijkt, dat je na 20 minuten denkt, hey, ik zie herhaling in wat er gezegd wordt. Je hoort hetzelfde opnieuw en dan blijft het hangen. Ja, helder. Volgens mij wil ik jullie heel graag bedanken voor dit onderdeel. En volgens mij gaan we naar René toe om bewegende beelden van vandaag af te sluiten.